Welkom bij Kookles Online. Tijdens de kooklessen krijgen wij vaak de vraag: hoe maak je nou een gelei van een, in dit geval een komkommer, maar kan net zo goed van koffie zijn of van een andere vrucht, op basis van agar-agar? Nou, dat wil ik graag even laten zien om deze vraag te beantwoorden. En daarom ga ik eerst even de komkommer blenderen. Ik heb ook nog wat basilicum, dat doe ik erbij. Heerlijke smaak. Ik heb nu 360 gram komkommervocht met basilicum. Per 120 gram heb je 1 gram agar-agar nodig. Maar ik ga eerst nu eventjes dit opkoken en op smaak maken. En dan voeg ik, als het kookt, voeg ik de agar-agar toe. Komkommersap kookt en ik ga nu een klein beetje zout toevoegen voor de smaak. En natuurlijk proef ik hem dan even, of die lekker is. En ik ga de agar-agar toevoegen. En agar-agar is eigenlijk een bindmiddel op basis van zeewier. Dat wordt gewonnen uit zeewier. Nou, dat ga ik gewoon toevoegen. Ik heb nu 3 gram dus. En dat roer ik er doorheen. En ik laat het eventjes 1 minuutje meekoken, zodat er een binding ontstaat. De agar-agar is gebonden. En ik ga hem nu uitgieten, zodat er een dunne laag gelei ontstaat. Dat doe ik op een plaat. Zo ontstaat er dus een mooie dunne laag gelei die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld ravioli's of cannellonis. Of je kan er mooie slieten van snijden voor tagliatelle. Ik zal je zo meteen nog een paar toepassingen laten zien. Zoals jullie kunnen zien is de gelei opgesteven. Nou, we kunnen er nu allerlei vormen van maken. Ik zal even een stukje afsnijden. Je kan het eigenlijk heel makkelijk kan je het oppakken. Het is nog vrij stevig ook. Nu kan je er bijvoorbeeld allemaal reepjes van snijden. Even laten zien. En die reepjes kan je gewoon allemaal als een soort tagliatelle op bord leggen. Heel leuk bij een voorgerechtje. Je kan er bijvoorbeeld met een steker, ik heb hier een ronde steker, kan je er rondjes uithalen. Zo. Oh. Nou, leg je die neer. Leg je hier bijvoorbeeld een vulling op van zalm of een andere vis of geitenkaas. En dan dek je hem weer af met nog een randje. Nou, zo kan je dus heel veel mee doen.